Hallo, vrouw. Hij staat aan. Ah, oké. Nou, in principe, ik hoop zeg maar, als jullie het bekijken, zeg maar nadenken, zeg maar, of jullie zeg maar voor mij iets kunnen betekenen, en ik voor jullie kunnen betekenen. Verder, het is zeg maar een hartstikke leuk feestje. Ik ben hier zeg maar met een hartstikke leuke dame. Deze dame doet me denken aan het volgende verhaal. Heel lang geleden woonde er een toneelschrijver. Zijn naam was Kaplan. Die woonde zeg maar midden in Boekarest. Boekarest was op dat moment zeg maar een bruisende stad met allemaal zigeuners, heel veel Oost-Europeanen, veel Russen en een hele grote stroom Moldaviërs. Nou, die toneelschrijver die schreef dus toneelstukken voor dit algemeen gemixt publiek. En hij bedacht het volgende verhaal. Er was een prinses en die had op een dag, die woonde in een heel ver land, in een kasteel omringd door een heel groot bos. En op een dag had ze genoeg van alles, want ze had geen partner. En ze dacht van, ja, hoe kom ik aan een partner? Een partner, daarmee bedoel ik een prins waarmee ze zeg maar voor zorg zou zorgen dat er opvolgers zouden zijn voor een koninkrijk. Ze trok op dat moment zeg maar een groen shirt aan. Nou, en ze ging naar een feestje zeg maar midden in een bos. En er werd een feestje georganiseerd door alle dieren in het bos. Nou goed, toen was ze op dat feestje. Dit is een toneelstuk, hè? Dus in Boekarest. Dus dat prinses kwam aan en alle dieren waren aan het feesten. Zij kwam met haar groene shirt en er stond daar een meneer met een colbertje aan en een blauw shirt. Nou, die meneer, zijn naam was Saplan. Saplan, nou ja, die toneelschrijver, die heeft natuurlijk zich maar geassocieerd op zijn eigen achternaam. En die stond daar te dansen met een eekhoorn. En dat prinses die kwam steeds in de buurt en die zag. En die eerste blik die ze hadden met elkaar, ze werden verliefd op elkaar. En ja, ze leefden lang in geluk en er waren uiteindelijk opvolgers voor het koninkrijk. Nou, dit was het toneelstuk dus die de toneelschrijver Kaplan had geschreven in Boekarest voor dat gemixt publiek van Moldaviërs, Russen, Oost-Europese en Boekarest. Dus heel, heel lang geleden. Nou, dit verhaal, dus ik moest denken aan die toneelschrijver. Aan het stuk ook. Ja, het stuk heette zeg maar Poetry. En ik zag toevallig vandaag een meisje waarmee ik had afgesproken en die had toevallig ook een groen shirt. En toen dacht ik aan het toneelstuk. Dus toen dacht ik, nou ja, toen leven ze nog lang en gelukkig. En dit was mijn verhaal. Nou.